Dit is het meest gênante ever. Ben je bekend met de Fort Mani methode? Ja, ik ken het gewoon van de memes en het internet. En dan is dit ook nog ellendig. Dat je eruit pakken en je ziet precies wat je hebt. Oh, wat goed dit. Ik schaam me echt heel erg om dit te laten zien. Wie had ooit gedacht dat ik een opruimmodus zou hebben? Ik niet! Welkom allemaal bij een nieuwe video en vandaag gaan we deel 1 filmen van het opruimen in huis. Ik worstel ermee dat ik een hoarder ben. Ik heb de neiging om dingen te verzamelen. Ik heb de neiging om te denken dat ik dingen niet weg hoef te gooien. Ik heb de neiging om te stapelen in hoekjes. En ik heb Maaike gesproken. Zij is iemand die daar heel goed in is. Die me daarbij kan helpen. Die gaan we zo even facetimen. En ik wilde deze video opdelen in 2 stukken. Dit eerste stuk is namelijk de tips. Ik laat jullie zien welke hoekjes ik tegenaan loop. Kijk, wat ik dus doe in huis is dat ik hoekjes maak. Hier is een hoek. Hier is een hoek. Hier nog meer dingen die uitgezocht moeten worden. Een koffer van Gambia die nog steeds uitgepakt moet worden. Dit is het meest gênante ever. Dit is een badkuip. Ik schaam me echt heel erg om dit te laten zien. Maar die is gevuld met kleding. En dan is dit ook nog ellendig. Dus zoals je begrijpt heb ik heel veel moeite met minimalisme. Laten we Maaike bellen. Laten we kijken wat de tips zijn hoe je dit het beste per sectie kunt ordenen. En dan ga ik in deel 2 al deze tips toepassen en hopelijk alle structuur geven. Hi! Hey! Hallo! Ik zit er klaar voor. Top! Je hebt natuurlijk die foto's gehad. Ja. Hoe erg was het? Nou, niet zo erg. Ik denk dat het pas erg is als je je spullen in of je ruimtes in huis zeg maar niet meer kunt gebruiken. Ja. Dus als jij in de keuken komt en alles ligt vol, het aanrecht ligt vol en de wasbak kun je niet meer gebruiken. Kijk, dan zou ik zeggen van nou, dan moeten we flink aan de slag. Maar op zich, ik kijk hier niet van op hoor. Dit is wel gewoon wat ik vaker zie. En ik heb wel nu natuurlijk dat ik dat bad niet meer kan gebruiken. Want die zit wel echt vol. Ja, dat zag ik inderdaad. Ja. Ja. Oké, waar kunnen we beginnen? Nou, vaak begin ik inderdaad met de reden waarom je wil opruimen. Dus dan vraag ik eigenlijk aan jou van, nou, waarom wil je opruimen? Wat wil je graag anders zien? Waar stoor je je nu aan? Ben je vaak dingen kwijt? Nou, noem het maar op. Nou, dat valt wel mee. Ik ben niet zo vaak dingen kwijt, want het is wel een georganiseerde chaos. Alleen, wat ik fijn zou vinden is dat ik niet meer van die hoekjes creëer. Want dan krijg ik iets binnen en in plaats van dat ik het meteen een plek geef, leg ik het neer in een hoek. En dan wacht ik eigenlijk gewoon tot het op magische wijze zichzelf opruimt. En dat gebeurt natuurlijk niet. En ik denk nu, zeker in een tijd dat we elke dag thuis zitten, is het gewoon heel fijn als er rust is. Nee. Dus het is meer voor innerlijke rust dan dat ik denk van, oh ja, ik kan iets niet meer gebruiken of zo. Nee, ja, wat je ook inderdaad ziet is dat op een gegeven moment als je dan ergens iets neerlegt, dat dan de rest ook aantrekt. Dus dan wordt het eigenlijk bij zich ook uit. Dus dat is inderdaad wat je zegt, dat is heel herkenbaar. Ja. En wat zou je graag anders willen zien in je kast of in je verder in huis? Wat is nou echt ideaal beeld? Nou, ideaal is wel dat ik echt makkelijker afstand kan doen van dingen. Ik kan aan de ene kant heel makkelijk iets weggeven als ik denk, nou, iemand anders wordt er blijer van. Maar als ik dat vooruitzicht niet heb, dus ik weet niet zo goed wie kan ik hier blij mee maken, dan ben ik geneigd om het te houden. Dus ook in die kledingkast, er zit, ik denk dat ik 80% niet aandoe. En dan heb ik al best wel een cleaning session gedaan hiervoor. Dus dan geef ik al elke maand allemaal spullen aan mijn moeder, waarvan ik weet dat zij het wel aandoet. Maar dan nog is het grootste gedeelte is niet iets wat ik aantrek. Dus daarin zou ik gewoon heel graag willen dat ik het makkelijker weg kan doen. En dat ik kan denken, ja, dit kan je echt wel weggeven. Dat komt goed als je het weggeeft. Het is niet iets ergs. En die spullen, daar word je zelf niet blij van? Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Want aan de ene kant denk ik altijd, ik word überhaupt niet echt blij van spullen. En aan de andere kant heb ik ze wel. Ik word denk ik nerveus van de gedachte dat ik nu 80% van die kleding ook weg zou doen. En dan heb ik het gevoel van, oh ja, maar wat als we dan ooit wel weer naar buiten mogen? Dan heb ik niks meer, weet je wel, om aan te trekken. Ja, en dan vind ik het ook zonde, want het is wel iets waar ik dan ooit geld in heb gestopt. En dan denk ik, ja, dat had je dan net zo goed niet kunnen doen. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Nou, en als je inderdaad voor je kast staat, heb je dan wel ook soort bij soort? Dus t-shirt bij de t-shirt, truien bij de truien? Ik heb het geprobeerd en dat is echt, op een gegeven moment is dat heel erg mislukt. En zou je dat wel graag willen? Ja, zou ik heel graag willen, ja. Ja.
wat ik heel irritant vind, is dat ik heb best wel kleine kasten en dan moet ik dus stapelen. Maar door dat gestapel zie je bijvoorbeeld de achterkant van die stapel niet. Dus dan moet je toch elke keer weer stapels eruit gaan halen. En ik ben heel klein en die kasten zijn hoog. Moet ik weer op een kruk? Nou, daar gaan we verandering in brengen. Oké, hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen door, eigenlijk is de hele methode, want ik weet, ben je bekend met de Pornmani methode? Ja, ik ken het gewoon van de memes en het internet. Ja, precies. Ja. Eigenlijk is de bedoeling dat we opruimen per categorie in plaats van per ruimte. Want als je gaat zeggen van nou, we gaan nu de woonkamer opruimen, dan zie je dat je heel veel verschillende spullen hebt en dan eigenlijk niet goed weet wat je ermee aan moet en dat je dan aan het verplaatsen bent. Mm-hmm. En de methode is eigenlijk heel handig om in één keer echt heel goed in huis te kijken wat je hebt. Mm-hmm. En op te ruimen per categorie, beginnend bij kleding. Oké. En eigenlijk is mijn vraag van jou van nou, voordat we beginnen, het meest ideale is om al je kleding uit je kast te halen, op een berg op bed te leggen en dan vanaf daar verder te gaan. Ja. Maar wat ik wel merk is dat het beter is om een blokje te zeggen van nou, ik ga nu 2 uur aan de slag of 3 uur. Ja. En dan per subcategorie ook aan de slag te gaan. Dus dan begin ik vaak met de t-shirts. Dus dan gaan we eigenlijk alle t-shirts in jouw huis verzamel je op één plek. Ja. Dan ga je voelen van, word je er blij van? En het is heel makkelijk om dan inderdaad naar je hoofd te schieten en te denken van ja, wanneer heb ik even... dit kan nog ooit handig zijn, maar door echt te voelen, ja, dat maakt wel echt verschil. En hoe voel ik dan? Moet ik dan letterlijk even kijken van, oké, ga ik dit nog aandoen? Of is het meer voelen van, wat voel je in je hart als je het vasthoudt? Of... Ja, en om je te helpen zeg ik vaak, als je dus al je kleding hebt verzameld, dan geef ik vaak de opdracht, kies je 3 favoriete kledingstukken. Mm-hmm. Want dat is iets wat je heel graag draagt. Dat hebben we allemaal wel. Ja. En dat is eigenlijk dat blij gevoel. En die hangen dan ook in het zicht op, zodat je echt weet van dat betekent het blij gevoel. Oké. Dus, en dat kunnen we ook gaan doen met t-shirts. Dus per categorie. Dus alle t-shirts op één hoop. Ja. En dan gaan selecteren. Precies. En dan vraag je af, nou, wat is je favoriete t-shirt of topje? Of in ieder geval echt per categorie. En dan gaan we vouwen. Mm-hmm. En dat, wat je net zei over die stapels, dat is inderdaad ook waar. Als je een stapel achter een stapel hebt, dat is helemaal niet handig. Nee. En wat ik eigenlijk in mijn kast heb, is dat je als je vouwt, of het heel goed kunt zien. Oh ja, dit is perfect. Dan worden eigenlijk doosjes zijn dus heel handig als je die zeg maar zo op je plank hebt liggen. Ja. En dan 2 achter elkaar, dan kun je precies zien wat je hebt. Oh, 2 achter elkaar, ja. Ja, en eigenlijk kun je dus inderdaad zo het er weer uitpakken en je ziet precies wat je hebt. Oh, en wat doe jij dan aan die zijkant waar nu niks in zit? Daar vouw je ze ook op. Ja, dus hij mag wel gevuld. Ja, ik kan ook wel even mijn kast laten zien. Ja, doe maar. Vind je dat leuk? Ja, vind ik heel leuk. Kijk, ik heb dus hier. Dit zijn dan zeg maar mijn planken. En dan zijn dit mijn truien. Ja. Dus in plaats van dat je die stapels hebt, heb ik dus 2 manden. Ja. Met truien. Met topjes. Nou ja, dat kan dus ook met spijkerbroeken. Oh, wat goed dit. Dus dat is zeg maar de verandering die je maakt. Waar bestel jij deze bakken? Deze bakken zijn van IKEA. Oh, wat goed. Filterbakken. Ja, dit is bijvoorbeeld, dit zijn mijn zomerspulletjes. Ja. Dus dat, alles past ook gewoon. Dus dat is echt wel een voordeel, dat je echt het overzicht hebt. Oh, wat goed. Want wat ik wel vaak zeg, dat is wel ook een tip. Kijk eerst wat je in huis hebt aan doosjes of manden. Je begint eigenlijk met de kledingstukken op je hart. Ja. En je pakt ieder t-shirt pak je ook op. Dus je kijkt echt per t-shirt hoe je je erbij voelt. En op een gegeven moment merk je dus, nou, hier word ik heel blij van. En daarna ga je dus kijken van, word ik er even blij van als mijn favoriet? Nee, wel iets minder. En dan op een gegeven moment merk je bij jezelf, dat kan ik ook niet bepalen, maar dat merk je bij jezelf van, nou, ja, dit is tijd om afscheid te nemen van deze kledingstukken. Oké, en er was toch ook een stuk dat je ze moest bedanken? Doe jij dat dan ook echt? Ja, dat doen we ook. Ja. Ook klinkt het een beetje gek. Ja, het klinkt heel gek. Van de kledingsessie gaan we eigenlijk nog een keer door die spullen heen. Dus je neemt eigenlijk voor een tweede keer je kledingstukken door. En dan kun je ook zien van, ik heb nu 4 witte t-shirts, maar geen beige. Die ligt nu wel bij de wegstapel. Ja, wil ik dat echt wel weg? Of mis ik hem? Weet je, zo ga je eigenlijk bekijken en afscheid nemen van de dingen waar je niet meer blij van wordt. En vaak leert dat je ook iets.
Wat leert het jou? Mij heeft het geleerd dat ik heel veel kocht om het kopen. Dus echt dat ja, iedere keer iets nieuws. Dus bij mezelf was het wel een stukje consumeren. Dat ik dacht van, nou, dit is gewoon niet nodig. Nou ja, dat is bij mij wel veranderd. En wat ik bij mensen zie. Ik heb bijvoorbeeld bij een vrouw gezien die had een hele lichte huidskleur. En die hield heel erg van die pastelkleuren. Mm. Alleen op de wegstapel lagen ze heel veel t-shirts met van die pastelkleuren. En toen zei ze ook, ja, ik vind het hele mooie kleuren, maar ik vind, als ik het dan aan heb, dan staat het niet, want het maakt me zo flats. Ja. En dat leert je dus bij een volgende keer als je in een winkel bent, van ja, je vindt het een mooie kleur, maar ja, je weet dat je vindt dat je niet staat, dus niet doen. En wat doe jij dan met bijvoorbeeld, ik heb echt de neiging om dingen te houden van designers die ik ooit heb gekocht, wat hele oude collecties zijn, maar waarvan ik echt denk, ja, ik vind dit echt zonde om weg te gooien of weg te doen. Ja. Want dat zijn dan van die klassiekers in mijn ogen. Dan denk ik, ja, dit wil ik gewoon niet wegdoen, ook al draag ik het niet. Maar dan vraag ik inderdaad van, voel, als je het dan vast hebt, word je er dan blij van? Want dan is het ook, ja, als je er blij van wordt, dan zou ik het van houden. Dan mag je het houden in principe. Ja, absoluut. Okay. Je bepaalt je eigen. Ja, je bepaalt het zelf. Ja. Ik heb nog wel een tip. Als je samen woont met je partner of als je natuurlijk met een gezin. Want daar krijg ik heel vaak vragen over. Van, nou ja, hoe doe ik dat met mijn partner? Want ik wil heel graag opruimen, maar hij niet of zij niet. Mm-hmm. En dan zou ik echt zeggen, beslis echt over je eigen spullen. Dus kom niet aan andere spullen. Nee. Beslis niet over andere dat het weg kan. Want nou ja, daar kan echt wel frictie ontstaan. En je zal zien dat als je zelf het hele proces doorloopt en echt kiest waar je blij van wordt, dat een ander op een gegeven moment zoiets heeft van, hé, dat wil ik wat ook. Leuk het zijn. Ja, wat is dit voor moois. En dat is wel heel fijn om te zien en ja, ook te ervaren dat ik was dan bij een stel geweest, in ieder geval bij de vrouw, kast opgeruimd en nou, haar man die kwam thuis en die zei van, nou, wat is dit voor een geweldig systeem zo, de kleding en nou, die heeft dus eigenlijk hetzelfde wat ik met haar heb gedaan, heeft zij met hem gedaan en ja, dat is gewoon mooi om te zien. En kan je als laatste even zien hoe jij het opvouwt? Ja, zo. Ja, perfect. Een t-shirt. Kijk, dit is de hals. Ja. Wat we eigenlijk doen is, als je een print hebt en je wil die beschermen, dan leg je die zeg maar aan de bovenkant. Ja. Er gaat een strook naar binnen. Mm-hmm. Dan heb je het mouwtje, die gaat weer terug. Mm-hmm. Dat doe je aan de andere kant ook. Ja. Eigenlijk is het begin vaak hetzelfde. Oké. Want wat we normaal altijd doen is, denk ik, jij ook zo. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat je nu doet is, je gaat van de bovenkant, ga je voor drie kwart naar binnen. Ja. Dan hou je hier een klein strookje over. Ja. En dan vouw je hem eigenlijk nog twee keer dubbel. Dus 1, 2. En dan wordt het eigenlijk een beetje. Ah, en dan zet je hem rechtop. Oké. Ja. Ja. Dankjewel voor dit. Super fijn. Ik hou je op de hoogte. Ja, leuk. Alright. De tips hebben we binnen. Ik kan me voorstellen dat dit een beetje een cliffhanger video is. Want ja, nu zou ik eigenlijk erachteraan willen plakken dat ik al ben begonnen. Maar ik ben dus wel iemand die alle bakken heeft weggegooid. Dus ik heb geen schoenendozen meer in huis. En ook geen, behalve deze tasjes, geen platte dingen waar ik de rest in kan doen. Dus ik ga mijn kast opmeten. Ik ga die IKEA filter dingetjes bestellen. En dan ga ik voor de video 2 in de opruimsessies ga ik dus echt beginnen met de kast. Met de broeken, de topjes, de t-shirts, al die dingen. En dan hoop ik dat jullie dit in ieder geval leuk vonden. Ik denk dat dit de praktische tips, dat voor iedereen heel handig is. En dan neem ik gewoon jullie mee in die journey. Wie had ooit gedacht dat ik een opruimmodus zou hebben? Ik niet! Oké, dank jullie wel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week met deel 2 van de opruim. Mwah, bye!